De drie stafmedewerkers van Telesuur die de vorige week de rechtszaak tegen het telecommunicatiebedrijf Telesuur hebben gewonnen, moeten van zowel het bedrijf als van de staat een schadeloosstelling ontvangen. Dit zegt advocaat Rani Sohan Singh tegenover onze nieuwsdienst. Zij geeft verder aan dat de rechterlijke macht van Suriname overbelast is en omdat het in deze zaak om een bodemprocedure ging, heeft het 4 jaar geduurd voordat er een uitspraak gedaan kon worden. Sohan Singh legt verder uit dat haar cliënten in 2015 kennelijk onredelijk ontslagen zijn door Telesuur. In die zin van kennelijk onredelijk ontslag betekent dat er valse en onjuiste gronden zijn aangevoerd om hun te ontslaan. En wij waren van mening dat dat ook gebeurd is, dat er valse en onjuiste gronden zijn aangevoerd door Telesuur om deze mensen te ontslaan. Het gaat om meneer Peter Kolenberg, Henk Rahan en nog een ander staflid. En wij hebben dus dat aangevochten en volgens de wet kan je dus vragen of hersteldienstbetrekking of een schadevergoeding. Wij hebben beide geëist natuurlijk, primair subsidiair, maar wij hebben ook de staat Suriname, de ontslagcommissie, voor de rechter gedaagd. Omdat wij van mening was dat er de ontslagcommissie, laat me zeggen, in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld. Er is maar al te snel toestemming gegeven om te mogen ontslaan, terwijl er niet eens echt een onderzoeksrapport et cetera was. Sohan Singh benadrukt dat het winnen van de rechtszaak slechts een druppel op de hete plaat is. Het gaat niet alleen om een schadeloosstelling die uitbetaald zal worden, maar ook om de manier waarop ze zijn behandeld, zegt de advocaat. Het gaat bij mijn cliënten ook om een stukje genoegdoening wat ze hiermee krijgen. Je moet je voorstellen, meneer Kolenberg, die was al meer dan 30 jaar, hij was al meer dan 30 jaar in dienst, meneer Rahan Iden. Het andere staflid was al meer dan 25 jaar in dienst. En van het ene moment, dat is in november gebeurd 2014, krijgen ze 's morgens wanneer ze bezig zijn aan het werk gegaan, tussen 6:30 en 7:00, een brief. Je mag niet meer komen aan het werk, je mag niet meer op het terrein begeven, want je hebt je schuldig gemaakt aan ontoelaatbare handelingen. Rani Sohan Singh, advocaat van de stafleden die in 2015 zijn ontslagen door Telesuur. Wij spraken haar in het kader van de uitspraak die op 25 augustus is geweest. De stafleden hebben in deze zaak zowel de staat als Telesuur voor het gerecht gedaagd.